Dames en jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe... video. Vandaag ben ik hier met Mattie! En dan weet je het wel, het is vandaag weer tijd voor... Waarom reageren we nooit op wat anders? Wat wil je op reageren? Documentaires. Van Zembla. Wil je de volgende keer reageren op documentaires van Zembla? Zembla, ja. Maar die zijn saai. Ja. Ja, maar dit is heel leuk. Iets meer inhoud, weet je wel. Dit is hartstikke veel inhoud waar we naar gaan kijken. Sorry, ik zie een kont. We gaan vandaag... Nee, dit is de kerstman. Het is toch zijn kont, de achterkant. Zijn kontje. Ja. Dit is het lach om home video's. Is dit nu het niveau? Daar kunnen we ook een keer op reageren met Hansie Hansie. Ik moet zeggen, dit is wel meer lach om home video vibe dan echt memes. Maar ze zijn wel leuk. Ja, deze precies. Dat zou ik ook zeggen. Ja, anders klikken mensen weg, weet je. Ja, ik moet niezen. Terwijl Matt moet niezen, gaan we de sponsor van vandaag. Ah, nee, donderop. Nee, leuk. Dat is een goede sponsor. Ik heb die ook. Arab, hè? Shout-out. Ja, ik krijg hier trouwens niks voor, dat jullie het weten. Arab. Kun je wat cash geven of zo? 5 euro of zo. Nee, ik heb wel de sleutels van de scooter. Ja. Oeh, die is 2k. Ja, dat is helemaal niet slecht. Ja. Mensen, deze video is gesponsord door Arab. Arab is top wat je drinkt. Je drinkt hier water, er zit allemaal water in en dan doe je er een pot op, zo plop, en dan kan je drinken. En dan ruik je zeg maar, de geur die je erop hebt gepopt. En je kan hem ook zo indrukken, dan heb je gewoon een normale waterfles. Dan drink je gewoon water. Trek je hem omhoog, ik heb nu kassis erop. Dan drink je kassis. Ze hebben nu wat nieuws, Matt. Oh jee. Het Favorite 5 pack. Ja, dat wist ik al. Ja, welke 5 smaak zit er dan in? Bosvruchten. Nee joh. Jawel. Je hebt die... Wildberry. Peach, onder andere. Wildberry zit er ook in. Nou, zullen we even... Welke smaak heb jij erop eigenlijk? Oh ja, Wildberry. Ik heb Wildberry. Raspberry Lemon. Orange Vanilla Swirl. Watermelon en Peach. Ik vind die swirl vind ik ook aardig goed, hoor. Is dat splitje? Ja. Oh ja. Daar zijn mensen fan van. Ik in ieder geval... Een zoete smaak. Staat een link in de beschrijving. Kan je 5 smaken proberen, want ik neem aan dat iedereen inmiddels deze fles wel heeft. Ja, dan ben je gewoon even into the game, weet je wel. Met gebruik de code Koen10, hè. Code Koen10, 10% korting. Op alles, van Arab. Nou, op alles in de wereld, maar met name concurrentie voor Arab, een drinking bottle voor een hamster. Ja, ik denk het wel snel weg. Laten we gaan kijken, Matt. Idee van vandaag? Ja, vertel. Niet lachen. Oké, gaan we. Een kat. Wat een leuke kat. Die reactie was leuker dan het filmpje zelf. Vond je het helemaal niet leuk? Ja, wat dierenmishandeling vind ik dat. Verdronken varkens in kokend heet water. Wat vind je daarvan? Ja, leuk. Dit is een verdronken varken. Dit is bacon. Dit is bacon. Bacon. Disc. Waarom is het alleen maar hoofdstoten deze? Eerst tegen met een kat, dan met spek op hoofd. Spek op hoofd. En dan die meester Jesper die zo hoofdstoot. Het is een grimmige humor dit. Het is allemaal typisch dezelfde humor ofzo. Dus zeg maar, er gebeurt iets en er gebeurt iets wat je niet verwacht. Dat is een beetje het idee. What the fuck is dat? Wat gebeurde daar? Wat is dit joh? Ja, dit is allemaal gescript toch? Dit schrik je toch niet? Dat je dat ding nog een ruit heeft laten. Nee, dat ging per ongeluk, maar dat ding los zat wel. Denk je? Ja, dat denk ik wel. Oh. Shit. No. Wat is er gebeurd? Ze krok. Het thema was een krok, hè. La temperatura. Ja, je ziet. Cool down. Cool down, oké. Cool down. Hier abaixo? Maar deze pinning abaixo. Wat gaat er gebeuren, denk je? Die gaat ontploffen. Ik denk dat hij eraf schiet. Wat staat hier? Dat je naar beneden moet drukken, dat ding. Kijk naar water is het smolten. Nee? Attempt 69. Cheeseburger ham pies are a fun twist on a classic meal. In a large... Ja, dat is niet gescript of zo, maar ja, dat is toch wel idioot. Oh, zit dit. Dat vind ik echt smerig. Die vissen met die bekken zijn zo smerig. Vissen zijn echt sowieso altijd smerig. Vijf vissen. Vissen zijn echt de vieste beestje die er zijn. Ja, jij vreet ze alsof het koek is. Ja, dat wel, ja. Dat zit ik aan te kijken. Mooi. Ha ha.
Waarom is dit leuk? Een aap die een slaap valt. Een slaapaap. Slaapaap. Dat is een jullie van de mis, joh. Wat is dit nou weer? Oh, je dacht echt op de mien. Maar die springt hij toch expres achteraan. Dat kan toch niet? Hoe groot is de kans dat dit zoveel gebeurt? Wat een memes, joh. Wat een goede memes, joh. Ja, ik heb die dat wij ook wel zoiets hebben gedaan. Dat die een random sorry gaan doen. Probeer eentje te pakken die helemaal niet mag pakken. Wat is dit? Broodje. Broodje. Het is niet zetten. Wel valt het. Gevaarlijk ook, jongen. Dat is een beetje vol ons met haar tas. Is het echt? Ja, toch? Ja. Wat? Is het een reuzenrat of zo? Ik heb geen idee. Maar dat is toch nep, kom op. Dat moet toch wel nep zijn. Dat moet toch wel nep zijn. Dat kan niet anders. Al die dieren. Dat is allemaal leuk. Jij lacht. Ja, jij lacht, ik niet. Puntje voor jou. Nee, dit komt maar heel bekend voor dit. Dit komt maar zo bekend wat? Voor. Ja, met dat glazen. Zo. En dat doe je, muis. Terecht. Kikker. Geen kikker voor mij. Nee, ik wist een keel. Dat is helemaal niet leuk. Dik iemand die zijn popcorn verliest. Dat is leuk. Maat, we hebben echt veel gelachen. Even kijken. Dat jij is hebt zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zo. Keer gelachen. Nou. En ik? 21. Je hebt verloren. Shit, je hebt weer gewonnen. Hart gefeliciteerd. Mensen, bedankt voor het kijken. Link in de beschrijving naar Air Up. Koop de Favorites Pack. En gebruik de code COOM10 voor 10% korting. Favorites 5. Heet het Favorites 5? Favorites 5 Poopercat heet het. En Favorites 5 Poopercat. Gebruik de code COOM10 voor 10% korting. Man, dankjewel dat je erbij was. Shout out naar jou. En gefeliciteerd met je overwinning. En mijn verjaardag. Als prijs. Doei.